Bij een voor 12 op kantoor is de 40-jarige zieke Ricardo geweest met zijn hoegenoot. Hij komt uit Nikeri, is pas ontslagen uit het ziekenhuis hier in Paramaribo en is afgestoten door zijn familie. Deze zieke man is aan zijn lot overgelaten en hij heeft nergens te gaan. Hij vertoeft nu op een balkon bij iemand waar hij tijdelijk mag slapen. Ricardo heeft dringende hulp nodig en doet zijn verhaal via 1 voor 12 aan de gemeenschap. Kijk en luistert u maar naar zijn hulproep. Meneer Ricardo, hij is afgezet door een vriend hier bij 1 voor 12 om zijn verhaal te vertellen. Als ik zo naar meneer Ricardo kijk, ja, ik ben geen arts, maar ik zie dat meneer Ricardo er ziek uitziet. Zijn hele lichaam zwelt op en hij is niet lang terug ontslagen uit het ziekenhuis. Hij is ook pas 40 jaar oud geworden. Maar meneer Ricardo heeft een probleem. Behalve dat hij ziet er zo gezond uit. Sanatra probleem, meneer Ricardo. Mina presentant. Dat ik een goede pito. Nu is het nou mati of zo even, maar balkon slapen. Hij wil desma na de ozo, na ma bisir na balkon. Maar mijn span. Zo zo mijn film precies silbi. En la mijn nummer kon. En de kasribi drapen voor altijd toch op een balkon. Maar wat doe je contact in een vaste tampe? Ik ben een kerian. Ik heb een foto. Daar is de familie. Ik ben een 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 familie. Ik Nam kom je weer ko, weer duboer ko, man die kan het niet meer. Je verdient boem, weer duboer ko. Ja. Dus nang amoni ze verdient, ik ben pay 1 euro zo. Manoui no man pay, want u no man roko. Ik ben pay 2000 per man, no min no man roko, ik kan alleen mij doen. Fa oso ay. No je siki en ina tampe je sribita pon balkon. Masan no kan goso doro to. Daar is je mee geskoep ito. If I'm man. O kan nga de familie fi me yere tak i brada nga sa stoti up. Ya, leja be mi brada ta. O men gi ba bela ma. Ama le kol kumi. Tak e kum gol kumi brada. Ama siki. Next. Ama le reaksi sa ta be telepon. Yang ay brada be aptrobi. Nee. Anawan bumuhin na ngay. Anawan bumuhin na ngay siki, anawan bumuhin na ngay yung problem. Yeah, true. Anawan bumuhin siya. Dahil may ako sarap eh. Hede, ekos-kos mo. Dis dati. Dos, asuwar, desmaf mo. Mira sa sami do, damay skoy ka na tapo. Mite yasak mo. Mite luko na. In de elk naam, ik vind dat je me in al kom je minder samen schoonom, want dan precies voor ons makkelijk kom je. Maar ik alleen kan niks doen. Maar het is me op om, mijn vader. Dus het is schokje helemaal mijn vader. Ik meen het nu, dus maar het is me gelukkig dat hij. Dus maar wat ik ga missen. De maatje van je charie gaan is dat, naar de familie van voor actie voor je pio en in plaats voor je pio ik kost je. Ik kost me ja. Kom kom bakken tapasie kie pio. Is het dat alle tufutu pio sweri, je anu is sweri, je face is sweri. Vooral kan nga je bloeddruk nga je suiker. Dat is de hee. Bloeddruk suiker. Die mega dat. Oké dat manier zijn.
aangetast. Maar het is niet erg, geworden. Dus dat met dat nog zwang. Of mijn moeder, mijn dader zo. Nee, gewoon dat zo. Je nieren zijn aangetast. Dat trouw tegen dat je moest dialyseren. Dat nou een probleem bakken. Ja. Want zolang je begint dialyseren, je kan niet meer werken. Nee, maar dan ben je afhankelijk van mensen. Sma moest charigo, drie lees van wiki voor dialyseren, want dat was van mensen. Ja. Meneer, in een lukoef zo gezond, in een lukoeboom. Nee. Ik daar niet goed in. Ik daar. Helemaal achteruit. Naar de smaaitijdmiddag begon, alle passie, naar 1 voor 12 van KIP. En dat was mijn oorlog, boos roetje, voor de rest van. Ik kon naar 1 voor 12 verteren, Jutori. En als je dat ziet, Jutori, dan ja, was mijn kalangawa aan uw gio. Onder andere voedsel van onderdak. Maar wie is er van onderdak? Sma moest lukuyu, sma moest maar lukuyu. Dus ko arki yukari ko arki sot yepi yapanodo sot yepi yapanodo mo yepi na ang platform ko uno nang was mo sa kalu kumi kat mes ko kumi kan de frey alif tayt fiyo yudo pas fert yun ang pas fertig yar yeah. Bo kada ikan luku ina kamera day aksi a gemeenschap alas masang fulangawa anugiyo tayi des masay duyo. Ik ben een assam. Misschien heb je plis. Misschien kan ik precies dan. Want nu de. Ik ga naar Baka. Zwaar aan Lukumi, mijn familie aan Lukumi. Ik heb hier een bataag, maar ik ga 1 voor 12. Kijkers, u heeft deze meneer zijn verhaal gehoord. Eerste oogopslag toen ik deze meneer zag. Ja, het viel me gelijk op dat hij ernstig ziek is. Zijn benen zijn opgezet, beide benen, zijn armen, zijn gezicht. En ik ben geen arts. Ik kan geen diagnose maken. Maar ja, je ziet zo dat deze meneer een nieraandoening moet hebben. Zijn bloeddruk is hoog, zijn suiker is hoog, hij heeft geen woonplaats. Dus hij zal heel erg depressief zijn. En heel veel stress. Hij is op zoek naar een woonplek. De familie, die, zoals hij ons vertelt, heeft hem eigenlijk verstoten, wil hem niet helpen. Vrienden vangen hem op, hij slaapt op het balkon. Dat is geen plek voor iemand met zo'n gezondheidssituatie om te vertoeven. Van deze plaats uit roepen wij de familie op om contact met ons op te nemen, zodat wij deze man verder kunnen begeleiden. En ook nog de vrienden misschien die ook een handje kunnen helpen. De gemeenschap, als je misschien een plek voor hem hebt. Als ik zo naar deze man zijn situatie luister, dan ben ik bang dat hij eigenlijk opgevangen moet worden door een zorgtehuis. Want alleen kan hij het niet, hij kan zichzelf niet helpen. Ja, hij heeft denk ik eenmaal 24 uur zorg nodig. Dus gemeenschap, indien u kunt helpen. Een reikende hand.